Hallo, welkom en leuk dat jij kijkt. Digitaal presenteren, het is niet eenvoudig. In deze tijd wordt het steeds vaker gedaan. Mensen gaan contact zoeken met elkaar via de computer. Dat moet wel, want ja, je mag niet meer dan met zoveel mensen bij elkaar aanwezig zijn. En er zijn mensen die zeggen, ik voel me daar niet lekker bij. Want samen contact met elkaar via een schermpje is toch niet hetzelfde. En ik zie ook mensen waarvan ik denk, ja jongens, let op, als je dit of dit of dit een beetje anders doet, krijg je misschien toch een beter gevoel erbij. Wat zijn de tips? Die volgen straks. Je kunt de 5 tips na elkaar bekijken. Het is niet hetzelfde als persoonlijk aanwezig zijn, dat is het nooit. Maar er zijn wel dingen waar je op kunt letten, zodat het toch wat beter wordt en daardoor voor iedereen leuker om met elkaar contact te hebben, digitaal. En als je echt iets gaat presenteren, want je gaat een presentatie geven, of je gaat een lezing geven, of je gaat uitleg geven over iets, denk dan aan deze tips. Je kunt ze echt goed gebruiken. Tip 5. Ik heb een aantal sessies gezien met PowerPoint-presentaties. Supergoed verzorgd. En mensen waren dan zo bezig om die PowerPoint-presentatie goed voor elkaar te krijgen, dat ze ook heel veel gebruikten. Wat is het volgende? Wat is het volgende? En dat leverde veel vertraging op, waardoor je eigenlijk de aandacht van je publiek niet vasthoudt. Ook heb ik gezien dat bij zo'n presentatie dat de zinnen helemaal uitgeschreven stonden. Ja, uitgeschreven zinnen. De mensen lezen met je mee, dus dat is helemaal niet nodig. Beter korte punten vertellen. Vertel over die korte punten. Zet die punten neer en vertel je verhaal. En zorg dat je verhaal in hapklare brokken naar je publiek komt. Je weet, ze kunnen maar 3 dingen onthouden. Zorg dat in jouw rode lijn die 3 dingen naar boven komen en dat ze aan het eind van het stuk herhaald worden. De 3 belangrijkste dingen, zodat jij weet, oké, dat onthoudt mijn publiek wel. En alle overige informatie is mooi meegenomen, maar wat jij wilt vertellen en wat jij wilt dat ze onthoudt, dat moet je vooraf goed bedenken. Zo, ik hoop dat je weer wat gehad hebt aan deze 5 tips over digitaal presenteren. Kijk in de camera, wees enthousiast, gebruik je mimiek, doe het kort en krachtig, niet te veel en zorg voor die 3 punten die de mensen onthouden. En mocht je denken, nou, ik kan wel wat hulp gebruiken bij de rode lijn van mijn verhaal. Wat is nou precies de kern? Hoe kom ik beter over, digitaal of gewoon, als je straks weer mag, voor een publiek live? Ik help je graag. Ik weet waar ik naar moet kijken. Houding, mimiek, gebruik van stem en doeltreffende gebaren. En we zorgen samen dat jouw presentatie, lezing of iets anders wat jij wilt vertellen aan een publiek goed overkomt. Zonder problemen, op jouw manier. Dus, meer informatie vind je natuurlijk op mijn site www.gebarenrijk.nl. En ik hoop je in de toekomst te zien. Dank voor het kijken. Doei!